Ik vind dus dat geen enkele ziel op zo'n manier moet leven. En ze worden families van apen worden uit elkaar gehaald. Leven op een verschrikkelijke manier in kleine hokjes. Zonder enige buitenlucht of verschrikkelijke proeven die op ze worden gedaan. Net als in de bio-industrie worden dieren gewoon echt niet als een ziel beschouwd die recht heeft op een menswaardig leven. Gewoon een leven zonder enorm veel pijn en alleen maar omdat mensen vinden dat ze dieren daarvoor mogen gebruiken. En wat maakt jou bezig met deze dingen? Gaat je een personeel gebeurtenis dat jij dacht dat hij dat... Ik snap wel dat sommige mensen zich er wat minder bewust nog van zijn. Dat was ik misschien tot mijn 18e ook. Tenminste, toen was ik wel al met dierproeven bezig en Bond voor Dieren. Dieren die dus op verschrikkelijke manieren... De Bond voor Dieren. Maar na mijn 18e ben ik helemaal vegetariër geworden. Omdat ik dus uit de overtuiging dat ik niet wilde dat dieren in kleine hokjes zitten. Om gebruikt te worden door mensen. En later kwam ik erachter dat het zelfs nog veel ergere praktijken gebeuren met dieren dan alleen maar dat ze in een hokje zitten. Ze worden vaak ook nog gruwelijk mishandeld. Dus daarom ook de actie voeren ertegen en mensen bewust maken. Hopen dat mensen minder dat soort minder dingen kopen waarbij dieren hebben geleden. En wat denk je waarom sommige mensen voelen dat en zij kunnen veranderen? Die anderen weten alles over de dierenindustrie, maar zij veranderen niet. Toch niet? Toch niet. Ja. Dus wat denk je? Waarom? Ja, dat is lastig. Inderdaad, wel gemerkt dat sommige mensen die bijvoorbeeld ook bont dragen, dat als je ze uitlegt waar het vandaan komt en wat er met die dieren gebeurt en ook in de bio-industrie, dan vinden ze het wel heel erg. En dan proberen sommigen het ook te veranderen. Sommigen vinden het te moeilijk en doen het dan niet. Maar dat vinden, of zeggen het is duurder om bijvoorbeeld betere producten te kopen. Dat vind ik altijd een slechte afweging. Want eigenlijk is het gewoon te goedkoop omdat die dieren helemaal op geen normale wijze kunnen leven. Dus het wordt de producten uit de bio-industrie zijn gewoon te goedkoop. Maar ook zijn er inderdaad mensen die het gewoon niet kan schelen. Dat verbaast mij ook altijd. Maar misschien moeten ze nog meerdere levens meemaken om te begrijpen wat dat inhoudt voor zo'n dier om zo te lijden. Omdat ze zelf misschien ook niet kennen hoe dat moet zijn of hoe dat voelt. En wat kan de oplossing zijn dat de mensen verstand maken over dat? Ik vind het sowieso al goed. Was laatst op tv van het Animal Liberation Front. Die lieten echt zien dat bijvoorbeeld varkens 4 jaar niet kunnen liggen en op dezelfde in hetzelfde hokje staan. Allerlei beelden waaruit blijkt dat dieren zo worden behandeld, is denk ik wel goed om mensen te laten zien. Een deel van de mensen zal daar iets mee doen en een deel niet. Daarom zal het toch vanuit overheidswegen gewoon verboden moeten worden om dat soort een bond importverbod. Verbod op varkensstallen, al dat soort dingen. Maar wil de overheid veranderen, moeten wel genoeg mensen daar natuurlijk ook weer op Partij voor de Dieren stemmen of andere partijen die daar iets mee doen. Dus dat hoop ik dan. Het zal nog wel even gaan duren, ben ik bang. Oké.
Oké. Bedankt, ik wil die convert. De passagiersdeur, zeg maar, benaderen. En het is prima dat u de boodschap uit wil dragen. Alleen deze meneer in de auto gaf ook aan dat er in zijn zicht nogal beperkt werd. Ja, en dan zien we nu dit met de fiets gebeuren. Dus we willen in ieder geval verzoeken, nogmaals, dat u de boodschap uitdraagt. Prima, dat is allemaal hartstikke goed. Alleen, hou een marge van pak een beet een paar meter. En dan zit er een fietspad en op de rijbaan niet beperkt. Kunnen we dat afspreken? Dat is goed, hartstikke fijn. Oké, succes verder. Ik heb een deur altijd.